even naar je handen kijken, Ole. Je hebt je riemen niet op het uiteinde vast. Dus je riemen goed op het uiteinde vasthouden. Voor de rest zie je weer dat je heel veel lengte maakt voor en achterin. Ole, daarentegen. Probeer het weer echt compact te houden voor en achterin. En dat je daartussen weer veel tijd neemt. En je ziet hoeveel bijbeweging je hebt. Achterin is trekken, voorin is naduiken. Je ziet dat je met je borst tegen je knieën aan zit. Terwijl er ruimte tussen moet zitten. Ga er maar naast. Ja, en je ziet dat je aan de andere kant ook hele mooie lange armen hebt. En goed ontspannen bent. Je weet dat ze toch gemaakt hebben hier, hè? Probeer voorin veel eerder te plaatsen, waardoor je niet in de verleiding komt om zo lang voorin te zijn. Dus plaatsen uit het rijden. Je kunt ook veel lekkerder op je benen heen en weer, wat je best wel goed doet. Dus dan maak je je timing van je bladwerk, laat je dan kloppen. En wat meer die riem naar je toe laten komen. Achterin vind ik dat stukken beter geworden. Als je wat minder trekt is het helemaal goed. Voorin heb je benen goed, dan moet je timing van je bladen daar nog bij gaan kloppen.